Hallo, Bonnotti. Jullie docent Kunstvak hier met de les module 3. Een uniek product. We gaan de les gewoon behandelen. En je kan gewoon de link gewoon beluisteren op YouTube. En als je vragen hebt, kan je mij e-mailen. Oké? Ik typ onderaan mijn e-mailadres. En ik ga in deze les gewoon de puntjes behandelen. En dan weet je wat noodzakelijk is om te weten voor je toets. Dus ik hoop dat iedereen het goed maakt thuis. Wees safe, wees gezond. En blijf voornamelijk thuis, oké? Oké. Je kan module 3 dus downloaden van de website. En dan met mij het gewoon meelezen, meebekijken. En ondertussen zie je ook geluidsfragmentjes en video's die ik laat zien. Oké? Ik kijk naar verschillende schermen. Dus ik zit niet de hele tijd in de camera te kijken. Dus excuse me for that. Wat ga je hebben in deze module? Wat zijn de belangrijke leerdoelen? Gaan we eventjes weten. Die moet je even weten. En dan heb je eigenlijk meteen een soort samenvatting van wat je moet weten. Het gaat over het proces van het overnemen van cultuurelementen van elkaar. Dat leidt tot creolisering of creolisatie. We gaan heel kort het hebben over Gene. Dat is een geheime taal dat gebruikt werd door de slaven om te communiceren zonder dat de Xiong het kon begrijpen. We gaan het hebben over de oorsprong, het ontstaan en de stijlkenmerken van de tamboe en de tumba. En dat migratie bijgedragen heeft aan de transatlantische, interregionale en intercontinentale beïnvloeding van de Nederlands-Antilliaanse cultuur. Oké? Dus we gaan het eventjes tot daar houden voor deze les. Alright. Dus kijk met mij mee op pagina 5. Creolisatie. Afro-Caribisch. De Afrikanen die als slaven op de eilanden in het Caribisch gebied terechtkomen, dragen bij aan de cultuur van die landen. De Afrikaanse cultuur wordt door de koloniale machthebbers afgewezen en onderdrukt, maar heeft toch een hele grote invloed. Op het ene eiland meer dan op het andere. Je kunt zelf spreken van een Afro-Caribische cultuur. Het is een uitwisseling van culturen, dus verschillende invloeden van de verschillende culturen mengen zich. Het is een proces van geven en nemen, waarbij de ene cultuur van de andere elementen overneemt, die in de nieuwe situatie van pas komen. Onder invloed van de Afrikaanse cultuur, van de slaven, ziet de Europeaan zijn cultuur creoliseren. De Afrikaan, in sommige samenlevingen de Indiaan, ziet zijn cultuur Europeaniseren. Dat proces van Afrikanisering draagt vooral bij aan de creolisatie van de culturen. Ook op de Nederlandse Antillen leidt het contact tussen de Europeanen en Afrikanen tot de overdracht van cultuur. Dat is geen eenrichtingsverkeer. Het gaat van beide kanten. Dus zowel de Afrikaanse cultuurelementen overgenomen door de Europeanen veranderen dus ook de Europese culturele erfenis. Dat noemen we creolisatie van de Europese cultuur. Dus de manier waarop twee culturen samensmelten, veranderen, een verandering ondergaan en in essentie veranderen. Oké? Dus het gaat daarbij vooral om de verbanden die verschillende culturen.
die kunnen ontstaan na langdurig contact in een multiculturele samenleving. Dus om het even heel eenvoudig te zeggen, de Europese en de Afrikaanse culturen, die nemen elementen van elkaar over en er ontstaat en ze gaan een verandering door. Dus ze veranderen van essentie. Eigenlijk krijg je gewoon een nieuwe cultuur. Dat is creolisatie. Okay, het komt van beide kanten. Dat is door contact met de verschillende samenlevingen. Multiculturele samenleving. Maar de ene cultuur is dominanter dan de ander. Machtiger dan de ander. Door die ongelijkwaardigheid is de overdracht van cultuurelementen geen kwestie van gelijk oversteken. Sommige elementen van bijvoorbeeld de Afrikaanse cultuur worden onderdrukt door de Europese cultuur. Die is dominanter. Okay. Dus bijvoorbeeld, als de Nederlandse maatschappij Shell begin 20e eeuw met de bouw van een raffinaderij begint op Curaçao, brengt dat enorme migratiestroom op gang. Duizenden arbeiders van Spaans, Engels, Frans sprekende eilanden in het Caribisch gebied vinden werk bij de maatschappij. Vanuit Europa komen vooral Nederlanders die hoge posities bekleden. In de olieindustrie en in het onderwijs. Er komen ook Portugezen en ook een paar Chinezen uit Rotterdam daar even los van. De Nederlands-Antilliaanse samenleving ontwikkelt zich tot een multiculturele samenleving door de komst van de Shell. Die zich kenmerkt door het naast elkaar leven en het overnemen en zich eigen maken van elkaars gewoonten. Is in die migratie van eind 19, begin 20e eeuw, die bijdraagt aan de transatlantische, dus van de ene continent naar de andere continent, oversteken van de Atlantische Oceaan, de interregionale en intercontinentale beïnvloeding van de Nederlands-Antilliaanse cultuur. Dit in de periode dat er organisaties worden opgericht die de culturele overdracht en samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen tot stand moeten brengen. Een voorbeeld van creolisatie is bijvoorbeeld de tumba-muziek, de kei-orgel, maar ook Keshi Yena, want Keshi komt uit Nederland, Keshulandis. Maar het is toch een gerecht geworden die Afrikaanse invloeden heeft. Misa Criollo. Dus dit zijn allemaal mengvormen van nieuwe culturele expressies die ontstaan. Okay. Eten speelt een belangrijke rol op de Nederlands-Antilliaanse eilanden. Dan zie je ook hoe Afrikaanse en Europese cultuurelementen samensmelten. Het gerecht zoals de Kishina, de gevulde kaas, is een mooi voorbeeld van een fusie van de Hollandse goudse kaas met kip, specerijen en pruimen uit de Afrikaanse en Latino cultuur. Alright, nu zijn we beland bij hoofdstuk 3. 2.1. Guinée. Geheime taal Guinée. Volgens de Curaçaose dichter, schrijver, beeldenkunstenaar en archeoloog Alice Ompi Juliana komt de omgangstaal Guinée met de slaven van Afrika naar de Antilliaanse eilanden. De Afrikaanse mannen en vrouwen die door de kolonisator zijn gekocht en worden onderdrukt, gebruiken het als geheimtaal om met elkaar te communiceren. Zodat de Shong, de meester, niet begrijpt waar ze het over hebben. In het Guinée, maar ook in het Papiamentu, zingen de slaven oude volksliederen uit Afrika en nieuwe werkliederen, protestliederen en klaagzangen.
Zang en dans zijn een uitlaatklep voor de voortdurende onderdrukking en maken de mensonterende toestand waarin zij moesten leven wat draaglijker. Een groot aantal van deze liederen zijn opgenomen, opgetekend en bewaard door de Curaçaose pater Paul Brenneker samen met Alice Juliana. Dus hun werkte samen aan het opnemen van dit soort fragmenten. Ik ga jullie nu laten luisteren naar een fragment van het DNA. Dus luister naar hoe dat klinkt. Dus dan gaan we weer terug. Dus zo zie je dat men eigenlijk niet de betekenis meer weet van de woorden, maar dat het wel bij is gebleven en dat die liederen dus werden gezongen en dat is wel overgedragen. Dus we hebben er geluidsfragmenten van. Okay. In je module kan je ook door, als je meer wilt horen, kan je dat gewoon googlen met door in te typen wsoundcloud.com/player. En dan moet je gewoon opzoeken bijvoorbeeld Ami Zewana Waze. En dan vind je nog een fragment om na te luisteren. Dus nu laat ik jullie een filmpje zien. Het heet Canto di Lamento. En dit is ook met een uitleg van Alice Juliana. Dus een klaagzang van de slaven. Se Jean Paul pensa che ta doño di no mente, son la galoja pa importar doño di no baile, ta no me, ta doño di no lua, ta no ta maestro, di no se cuestión, ta no po monta pa inspiración. Como quiera co, Jean ta bota ben negativo, sin tenere cuenta, cu nada, esta sì, c'è un mujer, un uomo, e ti io che vengo una dintata, e ta bende, tata, e un uomo che era desamparo, e per sé non canta. È una frase che da ripetere costantemente, cattivo da gallina, mamma, cattivo da gallina. E sé non ta che da canta, ora largo di pace, da un coso. Dopo questo tipico africano, e dentro la cantica è, potrà sentire il lamento per sopra un'altra desogata anche con la vergogna con un'altra passa per sopra non stava come schiera con un'altra gente, non stava in orgoglio, non stava in amor, non stava in sentimento. E se potrà anche dentro nessuna cantica è, nessun di massa originale, di cattivo da gallina, mamma cattivo da gallina, che tu vai a ripetere, è messo un coso, e mi te immaginavi con un angolo ora vai a cantare cose, ora largo, come desahogo. Ok, dus in het verleden waren het dus Pater Brenneker en Alice Juliana die allemaal geluidsfragmenten en allerlei bewaren van de
geschiedenis van onze ouderen, vroeger. Dus er was een expositie in 2016 op 9 mei bij de NAAM. En dit was ten ere en nagedachtenis van die pater Paul Brenneker. En het was op zijn geboortedag geopend. Dus de NAAM, dus het Nationaal Archeologisch Antropologisch Memory Management, had een expositie tot 10 juni. En daarin hielden ze diverse personen een toespraak over de pater en zijn invloed. In een radio-uitzending met Boy Antoine als presentator vertelden Stella Osterhoff, priest, en Gladys de Rego, kuster, over hun ervaringen met Brenneker. Ook hebben de aanwezige personen gesproken over de man en werd er muziek gespeeld en gebeden door pastoor Shani Slom. Volgens naamdirecteur Richenel Ansano destijds hielpen de teksten van Brenneker hem als opstandige tiener te begrijpen dat de ontwikkeling van de wereld en het geloof geen vijanden van elkaar hoeven te zijn. Dat is mooi. In zijn publicatie Pipita stelde Brenneker radicalisatie, mits door het verstand geleid, is een overeenkomstig het evangelie. Dat is iets om over na te denken. Ansano stelt ook dat Brenneker zich tegen het einde van zijn leven veel zorgen maakte over jongeren en hun toekomst. Zo had hij een mini-bibliotheek met lokale boeken voor jongeren voor ogen. Dat is een droom van hem. Ik weet niet of die mini-bibliotheek er is voor de jongeren, maar het is wel interessant om je te verdiepen in pater Brenneker en zijn oeuvre. Alright. Dat ging over Guinea en de mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan. En we gaan nu verder met de tamboe. Dus dat is hoofdstuk 3, 2.2. Oké, we zijn nu op bladzijde 8. Oké, dus in die geheime taal, hè, die Guinea, en later het papiaments, is niet dezelfde trouwens, hebben een andere ontwikkeling, klinkt op de plantages op het eiland voor het eerst tamboe. De Afrikaanse oorsprong gaat nooit verloren, maar muziek en dans groeien uit tot een echt Curaçao's product. Dus tamboe is wel echt iets van Curaçao, niet van Afrika, maar het heeft wel een oorsprong in Afrika, maar het is van Curaçao. Okay? Dus it's made in Curaçao. Met de tamborero, die de melodie van het nummer op zijn trommel aangeeft, met een slahabri, een open slag of een open beat, en een slasera, de opzwepende slag of close beat, de winchero, die vroeger op de agan speelde, maar nu op de chapi. De voorzanger en een koor dat de refrein zingt. Dus we hebben de tamboe speelt, de tamburero. We hebben de vinchero, die op de chapi speelt. Vroeger de agan. En je hebt een voorzanger. En volgens mij dat kan dat doen. En je hebt de koor, die de refrein telkens zingt. De teksten zijn nog even maatschappijkritisch als destijds tijdens de slavernij. Dus het is kritiek. En nog altijd bezingen de tamboezangers van het eiland de weken voor oud en nieuw, dus voor Ayanobo, de gebeurtenis van het afgelopen jaar. Met geheel volgens de traditie op dubbelzinnige wijze en met de nodige ironie. Waarom is het dubbelzinnig? Want ze willen niet dat je direct snapt waar het over gaat. Vooral niet de Shom destijds en nu de overheid. Of nou ja, nu is het niet meer illegaal, maar vroeger wel. Slaven mochten van alles niet van hun meesters en de koloniale machthebbers. Samenscholen, dat ze samenkomen in een groep bijvoorbeeld, en met vlaggen en muziek de straat opgaan, was verboden. Ook na de afschaffing van de slavernij bleven dergelijke strenge regels nog deels van kracht voor de geëmancipeerde slaven. Waarom was het verboden dat slaven
bij elkaar komen. Dat is omdat als je samen bent, ben je sterker. En dan kan je in opstand komen. En dat daarom verbieden ze het. Weet je, en met vlaggen voel je ook je identiteit daarin. Dus als je op straat gaat met muziek, dan voel je je empowered. Dus ze proberen dat te verbieden om te voorkomen dat de mensen, de slaven, zich empowered voelden en het over zouden nemen. Dus men zei dan dat de tamboe werd verboden vanwege de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid. Zo zouden de bestuurders dat verantwoorden. Het dansen op de tamboe werd in 1936 vanuit de kerk zelfs nog officieel verboden op de Benedenwindse eilanden, dus wij hier zo. De dans zou vulgair zijn en zedenkwetsend en in strijd zijn met de geest van de evangelisatie. Nou ja, ik zie het als twee hele verschillende dingen, maar de kerk die had zo ook zijn macht. Nu ga ik jullie een filmpje laten zien, gemaakt door Katrien Ariens. Tambor wordt menospreciado. Tambor queda perseguido. Tambor a resistir por forma de repressão. Pastor andar que é para tocar tambor. E governo também que é para tocar tambor, que é coisa da proibir. Tambor está vencendo tudo vergonha. Pastor, pastor sim, não está gostando, vai tambor. Sabe, trabalha marroso, trabalha de diablo, não trabalha nisso. Tambor é ritmo que o povo que sente na mais bom com ele. Ritmo que a minha rede da trezeira preocupação e alegria. Sempre está moendo, quando está cantando tambor, quando está gostando tambor, então me deu um sentimento bem anterior, eu não sabia nem ideia. Para nos mantra e cantica. Ay, 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 tu no lo ve. Ay, ay, ay. Dame corazón. Ay, 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 tu no lo ve. Ay, ay, ay. Dame corazón. Ay, ay, ay. Para mí, tambuta es tres lunas dan promeco a Itán. Dan hier een filmpje van de tamboe van vroeger, van Jean Collin, en de nieuwe tamboe, dus de oude en nieuwe generatie. Soldados de mi tierra, soy de Chiquimay, va mi guerra.
Bicho soldadas de mi tía de guerra. Llueve a la cucho más sirve cuerpo. Vale maya pues una que envidia a mí. Na 99 horas pa' pasarle. Gente le gala con una molestia a mí. Ook een hele serie over tamboe. Het heet Tamboe of Curaçao. Je kan het gewoon op YouTube googlen. En het heeft 6 stukjes. Een introductie, een gedeelte over de kerk, de dans en de muziek. En ja, dus verschillende onderdelen. Wat is een open en wat is een gesloten tamboe? Ik zou zeggen, check al die filmpjes, want het is vrij interessant om op die manier een beetje de basis van tamboe te kennen. Oké? Want tamboe is zowel ritueel als ceremonieel. De inhoud van het lied is belangrijk. Om die reden is tamboe lange tijd verboden geweest, juist vanwege die kritieke inhoud. Met de tamboe wordt aan het einde van het jaar de gebeurtenis van het afgelopen jaar binnen de samenleving kritisch geanalyseerd. En het is altijd goed om kritisch te zijn. En ja, wij worden in principe, om de vrede te bewaren, vinden mensen het niet fijn als je kritisch bent en gewoon zegt wat je wil. Dat is gewoon onze cultuur. Maar in de tamboe uiten we juist wel onze kritiek. Oké? Dus Tshonkola is een van de beroemde mensen die cantador is. Dus hij zong in de tamboe. En hij heeft ook een museum. Dus Tamboe Museum van Tshonkola. We hebben ook modernere varianten van fusion muziek. Dat heet bijvoorbeeld de band Quinta y Tamboe. Ik weet zeker dat jullie die wel kennen. Die zijn dus beïnvloed door Tshonkola en verschillende mensen van vroeger, van de tamboe tijd. Oké? Quinta y Tamboe. Alright. Dus die 6 filmpjes, ze zijn heel kort. Check ze even op YouTube. De Tamboe of Curaçao. Oké. Okay. Next is de tumba. Net als de tamboe is de tumba, het woord is afgeleid van een soort Afrikaanse trommel, met de slaven naar de eilanden gekomen. Het is geschreven in 2/4 maat en nauw verweven met de geschiedenis van de Nederlandse Antillen. Het Afrikaanse ritme wordt gespeeld op landbouwgereedschap, zoals bijvoorbeeld de tjapi, weet je, dus een tjapi is een landbouwgereedschap, en zelfgemaakte trommels. Tumba is een vrolijke muziek en bedoeld om mensen bij elkaar te brengen. Nou, dat weten wij met carnaval. De morele boodschap die de tekst wil uitdragen gaat dus over saamhorigheid, samenkomen, samen zijn. Oké? Dus bij de tamboe was het juist kritiek geven op de samenleving over het hele jaar. Daarom wordt het eind van het jaar gespeeld. En de tumba is voor het bijeenkomen en samen zijn van mensen. En het is vrolijk. Vrolijke toon. Dus ook de tumba ging een tijdje in de ban vanwege de wulpse dansbewegingen. Wat is wulps? Sexy. Maar ja, dat is vrij suggestief. Maar
verboden of niet, de muziek werd gespeeld en op de tamboe en toemba werd gedanst, desnoods stiekem. Het verbod op de tamboe werd pas in 1952 opgeheven. Wanneer werd de tamboe niet, gelegaliseerd? Schrijf op, 1952. Dat is wel goed om te weten, dit jaartal. De muziek en dans zijn nog steeds belangrijk op Curaçao en Aruba. Maar hoor je en zie je nog nauwelijks nog op Bonaire. Dus op Bonaire heb je niet zoveel tamboe. De tumba werd na de revolt van 30 mei 1969 de nationale muziek van Curaçao. En bepaald als road march, dus het carnavalsmuziek. Waarop de deelnemers aan het carnaval de optocht afleggen. Dus het is vanaf 1969 dat het carnavalsmuziek werd. Daarvoor was het niet carnavalsmuziek. De tumba is populairder dan de tamboe, volgens Randall Corson. Je zou het kunnen vergelijken met de Cubaanse song, die populairder is dan de wawango, die meer traditioneel is en meer authentiek van vorm. In de song zijn er meer elementen waardoor een buitenstaander het kan herkennen. De tumba ook. Het heeft meer elementen die anderen kunnen herkennen, waardoor het toegankelijker is voor anderen die niet van het eiland Curaçao zijn. De tumba heeft een harmonische instrument en een vorm zodat anderen het kunnen vergelijken met buitenlandse ritmes. Maar het heeft tevens ook iets zeer specifieks. Heel eigens. Bijvoorbeeld onze muzici hebben van alles leren spelen dat niet eigen is. Terwijl je grote muzici hebt die dan moeite hebben met het spelen van de tumba. De ritme van de tumba is eigenlijk niet te schrijven. Vroeger schreef men de tumba in 2. Tegenwoordig, ter versimpeling ervan, en zeer waarschijnlijk heeft dit te maken met ons tumba-festival, zodat de buitenlanders het kunnen lezen. Tegenwoordig schrijf je tumba dus in 6/8. Tumba heeft een swing net als de jazz. Je kan het schrijven, maar de interpretatie ervan kan niet. Dus onze tumba heeft dit ook veel. Je moet goed weten waar de zwaai ligt. We hebben in onze cultuur heel veel stijlen leren spelen. We kunnen de salsa net als een Cubaan spelen, de merengue net als een Dominicaan, de zouk. Deze muziekstijlen zijn zelfs onderdeel van onze cultuur gaan vormen. Ik heb Latino's in Nederland horen zeggen dat de Curaçaonas alles kunnen spelen. Ze kunnen zich aanpassen aan vele stijlen, maar voor hem, de Latino zelf, is de tumba heel vaak een puzzel. Dus de tumba heeft de clave en klinkt misschien dichter bij een gaita. Je hoort dat het ritme van de tumba een Afrikaans ritme is. Dit ritme hoor je voornamelijk in West-Afrika. De tumba klinkt net als een internationale ritme, maar dan toch erg authentiek. Dus dat is de mening van Corson, die eigenlijk zegt dat de tumba heel moeilijk is voor hele goede muzikanten om te spelen. En als Curaçaose muzici, muzikant, kan je van alles spelen en ook de tumba. En andersom gaat dat dus niet zo makkelijk. Ik laat jullie nu een filmpje zien van Edmond Chatelain. Hij was vroeger ook mijn muziekleraar. Hele, hele interessante man. En die speelt het stuk tumba Epushi. Maar luister naar het verschil. Dit is dus niet de carnavalstumba, maar dit is de klassieke tumba of de tumba. Goedenavond. Volgende is wat meer ritmisch, een tumba. Ik heb ook een tumba. Kota Yama Epushi. Deze tumba heet de poes. In F.
Dus je hebt wel een verschil in de carnavalstumba en de tumba zelf. Hij is componist van het klassiek muziek. En de familie Palm is een tak. Is eigenlijk een muziekfamilie. Dus iedereen generaties lang speelt muziek tot de dag van vandaag. Dus de klassieke muziek komt voor een groot deel uit de familie Palm in Otrobanda. En heel veel muzikanten woonden in Otrobanda. Die komen uit Otrobanda. Andere klassieke muzikanten zijn Jean-Jacques Royer en Pierre Duncker. Zij spelen in het YouTube-filmpje Chi Marici, een klassieke tumba. Okay. Vaak wordt dit gespeeld, dus dit soort klassiek muziek kan je luisteren in Fortkerk of Curaçao in Punda. En de andere tumba carnaval dus natuurlijk in festival Brievengat, Landhuis Brievengat. Toch? Is nog steeds daar. Alright, tot slot. Ten einde van dit deel van de les dan gaan we de volgende week weer verder. Wou ik nog een klein stukje... Ik laat het hierbij. En dan in de volgende les gaan we het hebben over dezelfde tamboe waar we het over hadden van Curaçao. Maar dan dat overgewaaid is naar Venezuela, Cuba, Puerto Rico. Puerto Rico. Dus dat is ook heel interessant om te zien hoe de tamboe doorgaat op de andere eilanden. Okay? Dus dat komt in de volgende les. En dan gaan we nog een beetje door met de invloed van de Shell, dus de raffinaderij. Oké. Tot zover deze eerste online les. Het ging voornamelijk over muziek. En wees dus bekend met het doel van de tumba muziek. Wat was het doel? En uit welk jaar begon de carnavalgenre van tumba? En weet ook de tamboe. Wat was de doel van de tamboe muziek? En welk jaar is het gelegaliseerd? Oké? Okay? Alright, dat was de les. En tot volgende week. Ayo, stay healthy.